op wedstrijd. Nou, ik ben op wedstrijd. Nou, ik ga wedstrijd doen, ja. Ik ga niet meer. Ik ben een slechte. Mijn moeder gaat zo knopjes ervan maken. Ik ga de BB doen. BB. Groep 1 en 2. Groep 1 en 2. Auw. Is dat Bel? Ja, jullie gaan helpen? Ja. Oké, heel goed. Nou, gezelschap houden. Wat zeg je? Gezelschap houden. Oh, heerlijk. Ik ben een beetje heel erg zenuwachtig. Want? Dat is de eerste keer, dus ik ben bij. Ik hou de camera stil hoor, jongens. Ik ben dit niet. Jij, Bel, vind je het ook spannend? Nee, zeg ze. Ik vind het niet spannend. Nee, ik wil gewoon snoepjes. Dat ziet er chic, de vriemel, uit. Met een gouden bitje. Staat mooi bij de pony. En een bruin jasje van een extreem debiel duur merk, maar dat heeft ze, heb ik tweedehands hoor, dat hebben we niet nieuw, animo. Dus ze is er klaar voor, denk ik, of niet? Ja. Zenuwachtig? Komt goed. Nou, het is dus zo zenuwachtig dat ze ook niet meer voor de camera wil praten. We hebben maar één doel. Proef uitrijden. En ontspannen. Dat is alles. Meer niet. Nee, zegt Tess. Wel, ik heb er wel zin in. Dus dat is alvast heel fijn. Ja, we hebben het wel een beetje koud. Maar ze heeft koud. Ja, het is ook echt heel fris. Het is heel rottig weer. Dan begint stresspoep, dus ik moet weer poep ruimen. Oh. Nou, ga maar lekker losrijden. We gaan beginnen met Tessa haar proeven. Ze rijdt in de klasse BB en dit is proef 1. Tessa was heel erg zenuwachtig. Echt heel erg. Dus dit is ook de allereerste keer na Sterren dat ze een wedstrijd rijdt op Bella. Dus dat vond ze ook heel erg spannend. Sterren die deed dat natuurlijk allemaal wel. En Bella moet ze echt zelf even uitleggen wat ze wil en hoe dat dan moet. Dus al met al was het voor haar ja, moeilijk om te doen. En ook wel emotioneel. Toch ondanks dat heeft ze het heel knap gedaan. We gaan beginnen bij AXC, binnenkomen in arbeidsdraf. En bij C op de linkerhand. Ze komt binnen. Je zag dat Bel ietsje struikelde. Maar ze krijgt toch nog een 6. En verbinding houden staat erbij. Dan bij C op de linkerhand. EBE grote volte. Hier krijgt ze een 7 voor. Even meekijken naar de grote volte. Die doet ze denk ik netjes. Anders krijg je geen 7. En Bel is ondanks alles toch behoorlijk rustig. Dan krijgen we FXH van hand veranderen. Hier krijgt ze een 6,5 voor. Even de baan doorrijden. Er komt een belletje langs. En dan gaat ze FXH van hand veranderen. En wat ik al zei, daar krijgt ze een 6,5 voor. Vervolgens krijg je BEB grote volte. En daar krijgt ze weer een 7 voor. De voltes zijn goed op orde. Daar hoeft ze niet heel veel meer op te oefenen. Heeft ze ook wel heel veel opgeoefend en goede tips gekregen. Rij de volte in een kwart. Dus rij van E naar de diagonaal. En rij vervolgens weer naar B. En dan weer naar de diagonaal. En dan weer naar E. Ja, daar zitten natuurlijk die twee andere letters, maar kom maar even niet op. En dan krijg je na de grote volte krijg je tussen F en A overgang arbeidsstap. Daar krijgt ze een 6 voor, mag meer rechtop zitten. Gaan we even kijken tussen F en A stap. Dan mag ze meer rechtop zitten. Je ziet dat ze wat naar voren leunt. KXM van hand veranderen in arbeidsstap tussen X en M op de diagonaal overgang arbeidsdraf. Hier krijgt ze zelfs een 8 voor. Dus dat gaat heel netjes. Ze wacht ook keurig tot na de X. En dan gaat ze in draf. E afwenden krijgt ze een 7 voor. B op de rechterhand krijgt ze ook een 7 voor. Dit heeft ze ook veel geoefend. Dat je natuurlijk en goed af moet wenden zodat je recht op de
op het afwenden komt of op de lijn. En daarna moet je je pony omstellen de andere kant op. En dan ga je, moet je zorgen dat je op tijd weer op de hoefslag bent. E, afwenden. Dan krijgen ze, dan krijgen we nu tussen F en A arbeidsglop. Rechts aanspringen krijgt ze een 5 voor verkeerde galop. Ik moet wel zeggen dat ze ontzettend lastig heeft gehad met bel in de rechter galop krijgen. Is ze heel veel aan het oefenen met verrens, dus zo raar is dat niet. Vervolgens hoort ze Kim niet meer, rijdt een extra rondje, dan krijg je een min 2 voor. Maar daarna tussen H en C overgang arbeidsdraf en dan krijgt ze gewoon een 5 voor. Dus dat kost je alleen maar 2 punten. B afwenden krijgt ze een 6 voor. E op de linkerhand krijgt ze een 6,5 voor. Het is dus niet erg als je een keer iets fout doet. Dat lost zich dan wel weer op. Dus we zijn nu bij overgang arbeidsdraf. En dan nu gaat ze van B afwenden. En bij E op de linkerhand. Dan kreeg ze een 6 en 6,5 voor. Tussen K en A arbeidsgroep links aanspringen. Dan krijgt ze wel een 7, want links vindt Bel niet moeilijk. Dus dat doet ze gewoon. Een duidelijke voorkeurshand Bel. Tussen C en H overgang arbeidsdraf krijgt ze een 6 op. 6 voor en staat op let op stelling. Dan moet ze nog heel veel op oefenen. Maar ook daar is ze met verrens heel hard mee bezig. Dan via KDH linksomkeert krijgt ze zelfs een 8 voor. Van K moet je naar D en vervolgens naar H. En op zich lijkt het een hele makkelijke, maar je moet natuurlijk zorgen dat je de D raakt en bij H pas op de hoefslag komt. CXC grote volte, dan krijgt ze een 6 voor, let op stelling staat erbij. Bel heeft ook erg de neiging om naar buiten te kijken, dus ik denk dat dat het een beetje is. Via FDM rechts omkeert een 7, verbinding houden. Ja, bij Bel is het zo, als je daar te veel aan de teugels gaat zitten, dan werkt dat redelijk averechts. Het aan de teugel gaan lopen, daar is ze wel mee aan het oefenen. Maar zeker in dit soort omstandigheden, dan is het gewoon makkelijker om er iets meer ruimte te geven, zodat ze niet met haar kopje gaat schudden. De fysio is ook geweest en die zegt, doordat ze natuurlijk nog niet zo heel lang onder het zadel is, ze waarschijnlijk haar hoofd gebruikt om evenwicht te houden. Zodat het ook niet heel gek is dat ze met haar hoofdje schudt. HXF van hand veranderen, krijgt ze een 7 voor. Dat hele schudden gaat er vanzelf uit als haar achterhand sterker wordt. Nou, die 7 die krijgt ze dus voor het hand veranderen. Tussen F en A overgang arbeidsstap krijgt ze een 6 voor. Rechtop blijven zitten. Even kijken. Het is vrij lastig vanaf deze positie te zien. Maar Tess heeft inderdaad een neiging om wat voorover te kukelen. A afwenden krijgt ze een 7 voor. Tussen X en G halt houden en groeten een 7,5. En dan is stap de rijbaan verlaten. Stap krijgt ze een 7, draf 7, galop 6. Impuls, het arbeidstempo tijdens de 3. Basisgangen een 6, contactverbinding 6. Rijvaardigheid harmonie 6, effect van hulpen 6. Houding van de ruiterarmen nog zonder 6, verzorging van het geheel 8. En dan staat er nog bij vaak voorover in de overgangen. Ja, dat klopt ook wel. En Tessa had voor proef 1 klasse BP 196,5 punten. En de jury was A van de Merwe. En we gaan van proef 1 naar proef 2. En dan weer in de klasse BB. Jury is weer mevrouw A van de Merwe. En ze rijdt natuurlijk gewoon op haar eigen pony. Deze punten waren wat lager dan de vorige proef, 187,5. Tess was hier wel meer ontspannen en had ook wel weer veel meer plezier in het rijden van deze proef. Dus dat ze dan wat lagere punten rijdt, wat ik nog steeds hele hoge punten vind. Dat maakt natuurlijk allemaal niks uit. In het commentaar staat ook een leuke combinatie. Dus die kan ze in haar zak steken. Lekker binnen zit. Ze gaan een volte rijden en dan gaan ze beginnen met AXC, binnenkomen in arbeidsdraf en bij C op de linkerhand. Je krijgt een 6 voor, wending eerder inzetten. Dan ook ietsje naast de AC-lijn. Ze maakt een leuk bochtje. En dan gaat ze zo meteen bij C op de linkerhand.
Dan gaan we bij E afwenden en arbeidsstap. Daar krijgt ze zo meteen een 7 voor. B op de rechterhand en arbeidsdrag. Op zich is dit eigenlijk nog wel een soort moeilijke oefening. Je moet nu in arbeidsstap. Doorstappen naar de overkant en dan vervolgens moet je op de rechterhand, maar ook gelijk weer een arbeidsdraf. En daar gaat ze. AXA grote volte, je krijgt ze een 7 voor. Ja, voltes die kent ze gelukkig goed. Je hoeft ze ook niet zoveel meer op te oefenen. Natuurlijk moet je altijd blijven oefenen, maar het is altijd fijn als de volte er gewoon in zit. Tussen A en K overgang arbeidsstap. Bij zometeen bij A, en dan na A mag ze naar arbeidsstap. Daar krijgt ze een 6,5 voor. KEB, halve grote volte. Na enkele passen paard de hals laten strekken. Voor B, teugels op maat een 6. Probeer verbinding te houden. Dus Tess die laat de teugels te snel los. Al dus de jury. Op zich. Maar goed, ze krijgt nu de volte. De hals strekken. Verbinding houden. Maar ik moet zeggen, Bel en Tess zijn heel erg aan het oefenen met verbinding houden. En ook dat Bel wat meer naar de hand toe gaat lopen. Alleen wat ik al in de vorige proef zei, Bel moet haar evenwicht nog leren behouden, al dus de fysiotherapeut. En dat betekent dat ze haar hoofd nog nodig heeft om de balans te houden. Even kijken hoor, dan krijgen we nu tussen FAK arbeidsdraf, een 5, ruiter valt voorover. In haar vorige proef ook steeds. KXM van hand veranderen, doorzitten, 6,5. C, grote volte, arbeidsgroep links aanspreken, krijgt ze 5,5 voor laat en dan staat bij jammer. Ze komt weer uit de winding. Dan gaat ze bij C op de grote volte. En dan moet ze arbeidsgroep links aanspringen. En dan doet ze te laat. En Bel wil ook niet echt. Gelukkig wel in de goede galop. C, hoefslag volgen en overgang arbeidsdraf. Krijgt ze een 6 voor. Stelling staat erbij. Dat is wel netjes in arbeidsdraf. Voor E, arbeidsstap. Krijgt ze een 6 voor. EF, van hand veranderen. F, arbeidsdraf doorzitten. Krijgt ze een 6,5 voor. En zo meteen naar arbeidsdraf. En dan moet ze doorzitten. Dat lukt. Dan kan het goed doorzitten. Maar dat is niet. Ze gaat licht rijden. Grote volte. A, grote volte. En op de volte arbeidsgelop rechts aanspringen. 4. Moeizaam. Jammer. Dat klopt. Want Bel die wil helemaal niet in deze gelop. En je ziet ook dat het inderdaad moeizaam gaat. A, hoefslag volgen. En arbeidsdraf. Rechts een 6 voor. Z, 10. Stelling. Voor E arbeidsstap. E afwenden. B linkerhand overgang arbeidsdraf. Voor de stap voor E krijgt ze een 6 en voor B krijgt ze een 7. C grote volte krijgt ze een 6,5 voor. Deze gaat snel achter elkaar. 6,5 voor deze grote volte. En dan krijg je zometeen HXF van hand veranderen. Dat doet ze heel keurig. Hier krijgt ze een 7 voor. Dus dan krijgen we HXF en van hand veranderen. En hier krijgt ze een 7 voor. Zo. Dan krijgen we EB half grote volte. Dan krijgt ze een 6,5 voor. EB half grote volte. Kijk nog heel serieus. Oh. Kaatsen. Tussen F en A overgang arbeidsstap krijgt ze een 6 voor. En dan bij A afwenden. Tussen X en G halt houden en groeten. Daar krijgt ze een 6,5 voor. En dan staat ze naast de AC-lijn. Dus ze gaat nu naar tussen X en G halt houden en groeten. Hier krijgen we dan nog stap een 7, draf weer een 7, galop een 6, impuls een 6, contact en verbinding een 6, rijvaardigheid en harmonie een 6,
hulp van de effecten, een 6 houding en zit, een 6 verzorging en 8. Mag iets meer contact houden. Succes staat eronder. En het totaalpunt waren dus 187,5. Nou, ik vond de proefrekening wel goed gaan, maar de eerste proefrekening een stukje verkeerd en de tweede die ging best wel beet. Maar degene waar ik tegen ga, die wint. Weet je, allemaal, denk dat je niet wint, gewoon niet in de prijzen valt, want het is altijd fijner. Want dan heb je nog steeds veel vertrouwen in jezelf. Maar dan denk je niet van, oh ja, ik ga winnen. Dan ben je heel teleurgesteld dat ik dan niet ga winnen. Dan ja, moet je altijd het slechtste hopen met die wedstrijd. Je hoort altijd het beste te hopen, maar met dit is het slechtste. Heb je je best gedaan? Ja. Heb je er naar je zin gehad? Ja, bellen kind ook. Goed zo. Ik zeg maar zo, de eerste wedstrijd is gereden. Dat was de moeilijkste. En buiten een Bixie-wedstrijd... Zo. En buiten een Bixie-wedstrijdje heeft Bel nog nooit een wedstrijd gedaan. Dus goed gedaan, Tess. Nou, mijn punten waren 100... 100... 190. Nee, 196,5. 196,5 en 187,5. Hele goede punten. Hoe ging het? Ik vond het niet zo goed gaan, maar blijkbaar de jury wel. Heb je het dan naar je zin gehad? Ja. Ik vond het heel leuk om te doen, maar wel heel erg spannend. En ook wel moeilijk. Misschien kun je ook vertellen wat je moeilijk vond. Ik vond het moeilijk om in de goede galop te gaan en om het goede been te licht draaien. En om te zorgen dat wel er hoofdje niet beter is. Nou, sluit maar af. Nou, bedankt voor het kijken. Geef vooral een duimpje omhoog en dan ben je nou, de stoel!